Johnny Jansen, nieuwe trainer van Heerenveen. Olderik Rink is weg. Ben jij direct benaderd? Ja, we zijn. Jan heeft het te horen gekregen dat hij ontslag heeft gekregen. En wij zijn. Later zijn wij op de hoogte gesteld dat hij weg moest. En, niet veel later komt de vraag of wij het met de staf die er zit willen overnemen. Ja, want wat je nu eigenlijk al tijden las, is dat Olderik Rink niet zo'n geweldige band had met de spelers, dat jij daar meer had. Kun je daar enigszins in vinden? Ik vind dat onzin. Want als je kijkt naar hoe Jan is net in de kleedkamer geweest, heeft afscheid genomen. Als je kijkt hoe de groep op hem reageert, is het gewoon hartstikke goed. Hebben jullie dan geërgerd aan die roddels dat hier een tijd rondgingen? Ja, die roddels zijn altijd vervelend. En je wil hier gewoon rustig kunnen werken en kwaliteit leveren met je groep. En dat er onrust is gewoon vervelend. Wat denk jij dan dat het voor Heerenveen de belangrijkste reden was om hem toch weg te sturen en te denken dat jij het beter kan? Die moet je aan Gerry vragen. Die mogen we niet spreken, dus vraag het aan jou. Dat weet ik niet. Dat zul je toch echt bij de club zelf moeten zijn. De club heeft een reden gehad waarom ze tot deze besluit zijn gekomen en waarom ze mij hier hebben neergezet. Ja, die moet je bij Gerry neerleggen. Zijn er wel dingetjes die je anders gaat doen? We zullen niet heel grote dingen gaan veranderen. Maar kijk, ik ben Johnny Jansen. Ik heb een eigen idee over voetballen en over hoe ik denk dat ik een groep moet managen. Dus, ja. Want we kennen jou eigenlijk helemaal niet zo goed. Wie is Johnny Jansen en hoe doe jij dat dan? Ja, dat is een goeie. Daar moeten we eigenlijk een wat langere tijd voor nemen. Maar, ik heb de tijd. Hoor. Ja, dan moeten we even apart gaan zitten, camera weg. Weet je dan? Nee, maar kijk, je hebt altijd je eigen dingen als mensen. Ik ben een ander mens als Jan. Ik ben gewoon een hele enthousiaste trainer die zijn energie in zijn elftal wil leggen. En dat energie ook wel terug wil zien in het elftal. Dus dat is, als je heel kort omschrijft, is dat wel wat ik graag wil. Olderik Rink was wat minder enthousiast. Nee, maar op zijn manier was je zeker enthousiast. Alleen ik doe dat op mijn manier. Je hebt geen makkelijke doelstelling gekregen zo einde van het seizoen. Moet de titel nog halen? Ja, ben je zo optimistisch? Je bent wel echt heel enthousiast. Maar wat is de doelstelling dan? Nou ja, goed, je moet nog zevende worden, toch? Nou, in eerste instantie is de doelstelling om aankomende zondag gewoon een goede pot neer te zetten. En iets waar het publiek mee zich kan identificeren, vind ik heel belangrijk. Dat het publiek iets krijgt voorgeschoten van, hey, wat ik zeg. Dat ze enthousiast en elftal met heel veel energie. En dat is voor mij de eerste doelstelling. Maar ik las ook dat de play-offs eigenlijk nog behaald moeten worden. Nou ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Hè? Maar dan moet je aankomende zondag eerst wel winnen. En daar gaan we voor. Want als je nou nog kijkt, ik vroeg me af of het eigenlijk nog wel realistisch was. 7 punten achter op de nummer 7. Jullie staan op dit moment 10e. Dat is wel echt super moeilijk. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. Maar weet je, als je op dit moment kijkt naar de Eredivisie, dan snoepen ze overal punten vandaan. Het wisselt enorm. Nou ja, en hopelijk zitten we die aankomende 5 wedstrijden aan de goede kant van de score. Hoe was dat je er dan net bij de groep bent, althans als hoofdtrainer, en je hoort dan dat Kikpiri naar Ajax gaat? Ja, dat hoor ik ook. Ik heb het officieel nog niet gehoord. Nou, maar als die kans voor hem voorbij komt en ik kan naar Ajax, dan is het natuurlijk een geweldige stap voor hem. Oh, jij weet niet of het überhaupt al helemaal rond is? Ik weet niet of het officieel is, dat weet ik helemaal niet. Je hebt nog niet met Kik gepraat? Ik heb Kik nog niet gesproken, nee. Maar ik neem aan dat jullie het hem alleen maar gunnen en blij zijn toch voor hem? Als Kik naar Ajax kan, is dat een geweldige stap voor hem. Ja, het zou echt super gaaf zijn voor hem. Wat zijn eigenlijk jouw ambities? Wil jij je volgend seizoen ook nog aan het roer staan? Nou, ik wil in de toekomst, was mijn ambitie om hier hoofdtrainer te worden. En als dat hier niet kan, dan ergens anders in betaald voetbal. Want die ambitie heb ik gewoon. En die komt nu voorbij. En ik ga eerst me focussen op de komende 5 wedstrijden. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dan zien we wel weer verder. Maar als ik je zo hoor, gaan we jou volgend seizoen niet bij een club als in een assistentrol weer terugzien? Ik hoop het niet. Ik hoop dat ik hoofdtrainer ben, ergens in het betaald voetbal. Het liefst hier. Dat zou mooi zijn, maar dat gaan we zien.